Hey, sappige koekeloeders. Leuk jullie te kijken naar een nieuwe Ledge of Gaming. En vandaag gaan we Minecraft. Wat doe jij nou? Ja, dat is altijd geinig toch, tijdens de intro. Nee, mapjes zijn zeer onnodig. Zonder mapjes, volgens mij. Guys, ja. ik moet wel even iets opbiechten voordat we hier aan beginnen. Oké. Okay. Uh-oh. Ik speel dit voor mijn allereerste keer ever. Waarom? Ja, waarom? Heb je geen jeugd gehad of zo? We hebben nee, een ik ben gedaan. Gewoon zo uit mijn moeder... Wat doen jullie in Limburg? Geen idee. Moet je bij Limburg geweest Jullie man? Doen daar volgens mij helemaal niks, joh. Maar wat is je eerste indruk dan van deze videogame? Blokkig. Van deze videogame? Nou, ik zal je vertellen, er zit heel veel diepte in, hoor. Maar we moeten wel even samen gewoon iets bouwen. Oké. Ik stel voor... Het wordt een boomhut. Gaan we voor full-blown boomhut? Ik heb een bloempje. Bloempje? Je moet even een boom hakken. Maar je moet ze niet laten zweven, want dan worden we boos. Je mag geen boom laten zweven. Nee, dan ben je een griever. Ben je dan. Je moet al die dingetjes weghalen. Ik maak gewoon stronkies. Ik maak een eventjes een paar basic die is dingetjes. Nummer 4. Ja, ik pak ook wel van basic dingetjes. En dan maak ik meteen, ik ga meteen ladders maken. Meteen ladders? Ja, ik ga voor het steen. Jij gaat meteen voor die boomhut. Ja, we gaan die bomen doen. Nee, wat? Jongens, help. Kunnen we allemaal even naar de bomen? Kom, het lijkt net alsof je dit spel voor het eerst speelt. Kom op. Dit slaat helemaal nergens op. Okay, doe zo ons best hier. Wat moet ik doen? Ja, doe iets. Map een boom of zo. Ja, tem een paard of zo. Tem een paard. Map een boom. Doe even leuk. Ik ben hier die boom aan het uithollen. Ben ik nou een boom aan het uithollen? Eigenlijk, we zijn gewoon in dit spel gestopt. Ja. En er is eigenlijk voor de rest niks verteld. Dus eigenlijk maakt het gewoon niet uit wat we doen. Hé, paardje! Ik ga even hier wat stenen pakken, jongens. Nee, ik had al stenen. Meestal van die stenen. Dit hele land bestaat uit stenen. Ik kan niet paard krijgen in deze game. Jawel, dat kan. Sta stil, rechtermuisklik. Ja, dit is goed. Ja. Oh, wow, rustig maar. Zoek maar deze eens. Kan iemand wol zoeken? Dan kunnen we die bedjes maken. Hey. Ja? Kunnen we zo'n pig Hij wil niet. Blijf. Ik wil wol. Ik heb wol nodig. Foei. Waar zijn jullie minkunkels? Ja, in de boomhut. Welke boomhut? Jullie Jeremy zit in zijn eentje al dat hele boompje uit te hollen. We hebben een boomhut bij de spawn. Kijk, maar ik ben al bij de spawn. Alleen ik zie de... boomhut niet. Yeah. Hier, hier zo. Maar ben je bij de spawn? Oh, jij bent 3, hè? Oké, ja, ik kom naar beneden. Ja, hier, kijk, hier is de boomhut. Oké. Ik heb zo wat fakkeltjes, jongens. Oké, wacht hier, Jer, neem deze. Wat? Een pickaxe? Oh, hier, neem deze. Ja, die, oh. Dankjewel. Die kunnen we wel gebruiken in de oven. Ja, ik heb een stone axe eigenlijk meer nodig. Hey. Ja, dat kan ik regelen. Mag ik die... Dan had je die crafting table niet even weg moeten halen. Puk, waar ben jij? Waar ben jij? Kom eens even hier. Kom eens even hier. Hier. Wacht even. Hier. Andere kant is perfect, hoor. Ja, ik moet even doen zeggen tegen mijn paard. Hier is onze boomhut. Ja. Jullie boomhut. Ja, dus blijf daar maar, ga daar maar omhoog en kom niet meer naar beneden, oké? Okay? Ik ga je paarden, ik ga paarden fluisteren. Hier heb je een ding. Jongens, sorry. Jongens, ik heb het avondeten. Ik heb het avondeten voor vanavond, salmpies. Yeah. Ik ga ze pakken. Oh ja, we hebben eten nodig. Blote hand, hoppa. Dit gaat heel goed. Ja, er staan koetjes verderop. Dat kan zeker zorgen voor vier vlees. Ik ben al aan het vissen, jongens. Ik heb salmpies. Ik hou van salmpies. De vrouw ging nog altijd op zoek naar voedsel. Ja. Gaan we het zo doen, ja? De vrouw ging altijd op zoek. Dat is mij verteld toen ik uit de baarmoeder kwam. Ja, bij ons thuis is het andersom. Nou, bij ons niet. Dus, maar Tilburg zeggen ze ook friet in plaats van patat, weet je. Hashtag friet. Is nou Tilburg of Limburg? Of was het nou... Er zit een burg in. Er zit een burg in, ja. Limburg. Ik vind het verwarrend, hoor. Wat zei ik nou? Tilburg. Oh, ik bedoelde Limburg. Ja, tuurlijk. Ik voel me gewoon gediscrimineerd weer. Nee, aangerand moet je dan zeggen. Oh. Jongens, ik ben de boomhut kwijt. Hoe ben je de boomhut kwijt? Ik ben de boomhut kwijt. Het is gewoon een hut in een boom. Ja, maar er staan hier overal bomen. Hier. Ja, maar er zit niet overal een hut in. Oh, hier zijn jullie. Oké, ik heb het al gevonden. Toch? Oh, wat is dit? Oh, hier is gegriefd! Er is gegriefd, jongens! Ja, nee, we deden zonde. Kijk dit nou! Wat heb ik nou weer gedaan? Puk, heb je die boom weggehaald, maar niet helemaal weggehaald? Ze neemt er nou weer een bloem mee, de boomhut in. Dat is toch leuk? Een beetje de boel opfleuren met een bloem. Ik weet niet eens hoe ik... Ik zet de boom wel terug, jongens. Geen zorgen.
Kijk, ik doe het een beetje de boel opfleuren. Zo. Wat? Nee, ik kan zo gewoon plaatsen. Echt een bloemetje op opeens. Oh, hoe plaats ik? Een rechte muisklik. Oh, sorry. Excuus. Als we iron hebben, kunnen we onze eerste iron dan besteden aan een schaar. Hier, jongens, ik heb wat fakkels. Hier zo. Ja, heel lekker, man. Kijk dit nou. Wie gooit daar steeds die bloemen hier neer, joh? Laat me! Nee, maar waarom zou je dat nou weer hierheen gooien? Die, ja, een beetje die interior design. Moet toch een beetje opvleuren, kan dit eigenlijk? Hè? Wat probeer je allemaal? Gewoon zo, ja, gewoon zo. Hoppa. Ja, joh, hoppakeetje. Jongens, wie wil diamonds? Geef me diamonds. Nee, zonder cheat. Geef me sticky pistons. Hoezo wil je sticky pistons? Die zijn super lastig om te krijgen, joh. Dat is wel zo. Oké, we kunnen... Kan iemand proberen om te slash spawnen? Ja, ik kan wel even slash spawn doen. Slash spawn. Unknown command. Oké, okay, dus we moeten als we doodgaan, dan slash komen we hier weer terug. TPA. No. Unknown command. Jij zei, je hebt fall damage in deze game. Ja. Ja. Okay. Jij zei dat slimes lastig te vinden zijn, maar we zitten letterlijk bij een swamp. Nee, is het nou een swamp of een swamp? Dit is een swamp. Swamp is het. Maar het, is, dan... het ligt een beetje aan welk biome het is, hoor. Het oogt wel een beetje meer als swamp. Ja, dit is swamp, ja. Want swamp heeft meer land. Er zit ook de A zit er meer in. Ja, precies. Ja. Ja. Dames en heren, kunnen jullie allemaal even naar de boomhut komen alsjeblieft? Blijf van vissen, joh. We gaan eventjes gezamenlijk iets doen. Wat gaan we doen? Kan je even stoppen met willekeurige geluiden maken die niks toevoegen? Ik ben aan het dieren fluisteren. Ja, dat snap ik, maar kom even naar de boomhut. Nee, dat snap je helemaal niet. Wij hebben wat te doen. Wij hebben een taak te vervullen hier. Ja. En ik dacht, weet je, ik neem die taak nu op mij, want werd in het diepe gegooid. Ja, er moeten gewoon keiharde keuzes gemaakt worden. Oké, nou vertel. Nou, wacht even, ik ben alleen nog niet klaar. Oh ja, dus we moeten al... Ja, nee. Maar het is een beetje eigenlijk net zoals moeders die zeggen van ja, het eten is klaar. Ja, en dan is er gewoon... Dank je wel. Dan moet je de tafel gaan dekken. Ja. En dan gooi je net, ben je net lekker aan het knikkeren buiten. Okay. En dan heb je bijna je Big Mama gewonnen. Je Big Mama? Ik speel echt gewoon niet meer met ballen. Big Mama's bonken. Nee, Oké, wie heb ik hier voor me? Waar is de laatste? Ik kom al. Oké, we hebben hier een muur. Een muur. Okay. En ik heb voor jullie allemaal een bordje... En we gaan even allemaal een taak die vervuld moet worden, gaan we hier op de muur schrijven, ja? Oké. Hebben jullie allemaal een bordje gekregen? Ik heb geen bordje, hoor. Ik gooi ze allemaal op de grond, maar... Ik heb daar bordje. Komen ze. Twee bordjes. Oh, nee, Puk heeft ze opgepakt volgens mij. Of... Ja. Weet je wat? Ik doe ze in de kist. Ik heb twee bordjes. Ik heb één. Je zit in de kist. Pak een bordje Ik schrijf al een taak op. Taak 1. Ja. Wat wordt er? Waarom staat aan taak 1 in het midden? Rug. Oh. Is dat... Oh. Ja, nou... Taak... Oh, ja. Ik dacht... We moeten... Bedjes. Bedjes hebben we nodig. Bedjes. Ik had opgeschreven dat we de huur moeten overmaken. Vergeet de BTW-aangifte. Oh ja, de BTW-aangifte zo deze maand. Ik doe taak 5 wel. Bro, waarom heb je nou je eigen bordjes gehaald? Nee. Het is een van... Exclusive bordjes. Bouw een boot. Zeer mooi bootje. Dit kunnen we snel afvinken. We moeten wel een beetje challenge hebben. Ja, nee, maar dat komt zo direct, die challenging. Dan gaan we naar de end en de nether. Oké, ik heb taak 10, versla de enderdraak. Dat is wel een goeie... Kunnen we dat... Zullen we gewoon proberen zo snel mogelijk naar de end te komen? Kom, we gaan gewoon... Hier, kom, we gaan nu enderman zoeken en zo. Maak een zwaardje van steen. Ik heb een stenen zwaardje. Kan iemand dat voor mij doen? Laten we zo snel mogelijk... Maar het is wel nacht, hè, jongen. Het is wel nacht. Ja, maar we hebben endermans nodig om te killen. Dus laten we proberen... Maar er zijn allemaal zombies. Ik verwacht dat ik van jullie gewoon een wapen krijg. Oh, daar is die. Oké, Puk. Wat wij dus aan het doen zijn. We gaan dus zo snel mogelijk proberen het spel te verslaan, ja? Oké, dat is... Minecraft Survival is de Ender Dragon verslaan. Ja, precies. Okay. Dus we moeten zo snel mogelijk naar de Nether om Blaze Rods te halen. Ja. En dan door de jungle midlane te ganken. Ja, midlane. En dan... Ja, kuts. Ik dacht, vind ik zeer akelig. Ja, ik ga even termen gooien. Ja, een goede termen. Zeer huts lid. Oké, dus taak. Zet even op de muur. Ik zet op de portal. Hier, ik heb hier een zalm. Dat is een visje. Ik heb een zalm opgehangen. Je hebt een visje. Ik ga wel een tunnel maken. Kan je dat alsjeblieft op de muur zetten? Wat moet er op de muur? Zet even op de muur. Taak 12. Taak 12. Mijn hoofd knalt nu uit. Taak 12. Wat is taak 12? Graven, Puk. Graven. Graven. Graven, Puk. Ik ga gewoon... Taak 12. Nee, niet graven. Ik vraag je wat de taak is. Oh, doe nou niet zo. Sorry. Oké, ja. Dan doe maar taak 13. Taak 13. Ik ga deze weghalen. Taak 13. Wat? Welke ga je nou weg?
Attack 13. Portal maken. Portals maken. Ik denk dat ik bij een mineshaft ben. Ja, ik ook. Ik zit ook in een mineshaft. Ja. Dat is iron. Dat moeten wij omsmelten, zodat wij iron ingots krijgen. Maar ja, wij zijn hier bij een mineshaft en hier zitten waardevolle spulletjes, als het goed is. Misschien kunnen we diamonds vinden. Nee, tuurlijk. Dit is super logisch. Alleen, pas op voor de gevaren. Gevaren. Er zijn gevaren. Oké. Kan je ook naar beneden komen? Wat ben je aan het doen? Ik ben toch aan het smikkelen even? Er staan hier vier skeletons om me te wachten. Ja, maar Jeffrey zit meteen granny. Op te peuzelen. Oh, ik hoor iets. Nee, je moet het wel verdelen. Het is zonder gier. Oh, ik hoor iets heel... Pek, wat ben je nou aan het schreeuwen? Ja, wat is allemaal er geluiden uit je keel opeens. Ja, ik probeer het geluid na te bootsen in de hoop dat jullie mij kunnen uitleggen wat het dan is wat ik hoor. Nou, dat klinkt alsof je een keelsnoepie nodig hebt. Nou, ik hoor allemaal... Ja, dat is een zombie. Ja, dat klinkt als een zombie, Hoi, wow. Dat, kwam dat dichtbij? Ja, op zich wel. Ik heb een iron pickaxe gemaakt, dus we gaan nu echt schrapen, joh. We hebben maar 3 diamonds nodig, hè. Dat is alles wat we nodig hebben. 3 diamonds. Voor wat? Ja, voor die pickaxe, zodat we de ender portal kunnen maken. Ja, daar kan je best gelijk in hebben. Oh, wat is dit? Een beest, een spin. Oh, dit is een spin. Oké, ik pak je. Ik ga dood. Ik ben dood. Puk. I died. Puk. Ik ga respawnen. Had je spullen bij je? Een paar iron. Hallo! Nou word ik weer door een of andere pijl en boog geduwd. Puk, ren gewoon naar de boomhut. Ja, ik ga naar de boomhut. Aju. Puk, ik heb het idee dat het niet heel lekker gaat. Ik had iron, maar ik had niet zoveel iron. Ik heb het idee dat je niet heel veel kan toevoegen aan ons team, Puk. Nee, daarom... Dat was een kaboom! Ja, en ik ben weer dood. Dan gaat de boomhut. Ren naar de boomhut. De boomhut! De enige ingang is weg. Is de ingang? De ingang is weg. Nee, de ladders liggen er nog. Ik ging naar Repareer. De boomhut. Repareer, rescue mission. Het is een rescue mission. Oh, er zijn zoveel beesten. Oké, ik kom ook. Misschien is het handig dat we maar 1 ingang hebben. Ja, waarom is er maar 1 ingang? Oh, gaat verkeerd. Oh, wacht. Oh, ik heb ook helemaal geen spullen volgens mij. Oké, pas op. Oké, Don, verdedig me. Ik verdedig je. Je bent aan het fixen. Oké, ik ga ook een poging doen. Ik weet niet waar we ik aan de Ik heb een bot in mijn handen. Kom op, jongens, jullie kunnen het. Oké. Ik heb een tijdelijke ingang gemaakt. Ik doe inderdaad gewoon een sfeerbeheer. Sfeerbeheer. Ja, zoek jij maar eten en zo. Dat is misschien beter. Dat is net als mensen die psychologie studeren. Het is soort van werken naar een baan die niet bestaat. Nou, zo... Oh, ik zie een endermanen! Endermanen! Bij de spawn zo'n beetje. Kill hem. Ja, ik heb spinnenmanen. Sla ze voeten. Waar is hij? Sla de voeten van die goven. Richting... wat zal dat zijn? Ik blijf gewoon hier. Richting ik zie het beste. Oh, ik heb hem aangekeken. Oh, dat was helemaal niet slim. Oh, hij komt op jou. Wij zijn boos. Dom! Hij is zo sterk. Hij is zo sterk. Waar is hij heen? Oh, achter je. Oh! Oh nee, je bent neer. Zo geleden naar beneden nog een enderman. Kom op, jullie kunnen. Yeah. Ik heb een enderparel. Ja! Lekker, die hebben we nodig. Okay, waar zijn mijn spulletjes? Ik ben half zijn mijn spulletjes? Nee, Puk, dat zijn mijn spulletjes. Echt, Puk pakt al mijn spulletjes meteen ook niet weer. Niet waar, hè? Ik heb alleen een wooden pickaxe. Ja, nou die had ik dus nodig. Road to Nether end. Gaat heel langzaam. We hebben 3 diamonds nodig. Status van de diamonds, mag ik even horen? Zeer schaars. Ja, luguber ziet eruit. Ja, ik moet even wat eten meenemen naar beneden. Ik heb een shears gemaakt. Ik ga even wat schaapjes zoeken. Is het nou shears of shears? Volgens mij is het shears. Ja, maar met die shears wilde ik juist de bomen verbeteren. Jongens, volgens mij gaat het best lekker hoor. Mm-hmm. Ik ben best aan het genieten. Ik wou net zeggen, dit gaat heel goed. Ja. Dit is echt een super toffe eerste ervaring met Minecraft. Oh, hoe hebben jullie die boom gefixt ook? Nee, ik ga die grot weer in. Ik ben een architect, dus... Het is architect. Don, ik heb een betere grot gemaakt naar de Endershaft. Oké, een Endershaft. We zijn nog hier beneden. Waar ben je heen? Oh, je bent al aan de Endershaft. Hey, ik weet niet of dit de befaamde Endershaft is. Ja, wat is de Endershaft? Huh? Ik kwam hier toch net uit? Hè? Huh? Hey! Dit begrijp ik dan weer niet. Oeh, gorgelman! Gorgel. Ik heb hem gewipt. Hij is boos. Ik heb niks. Ik heb alleen een... Aan de kant! Mijn pickaxe. Anders map ik jou ook. Nee, wil ik niet. Ik ga... Doe even rustig, man! Is heel weer. Ik ben dood. Vertel me alsjeblieft dat je die enderpearl in een kistje hebt gelegd. Ja, ja, ja. Ik heb hem! Ik heb die guy! Nice, kom terug. Oh, ik zit nu vast en er komen heel veel zombies op me af en ik ga nu dood.
Ik dacht dat ik de vrouw was. Oh, hier. Was een creeper. Hij kwam in mijn gezicht, joh. Mag ik een zwaardje? Ik heb er maar één. Nee, je hebt er meerdere. Nee, hoe ik ben dan? Ze nu met een schep aan het mappen. Dit is bijzonder ineffectief. Geef ze, geef Help. Het zwaard. Oh. Ik ga je. Spin up. Ik red je. We zitten hier in onze rug. Chef. Nee, ik ben dood. Pak mijn spullen. Zeer kloten. Ik weet niet waar je bent gestorven. 74 euro. Oh, ik was echt vet bij jou in de buurt. Oh, ja. Oké, ik weet niet welke afslag je hebt genomen. Het gaat wel gelikt, jongens. Jullie zijn lekker bezig. Dus hoe gaat het bij Gavri? Ja, gaat lekker hoor. Gavri? Het is Gollin trouwens. Gollin. Gegbert? Gegbert. Wat zitten er veel beesten? Spelen we op hard of zo? Heeft iemand een zwaardje voor me? Hebben we X-ray of zo? Oké. Sta op het punt wederom te sterven. Kom met nee, creators. Don't die, Don. Oh. Don. Ik kom al. Hier, joh. Ik heb de boomhut gewoon gefixt. Lekker, gast. Oh, er loopt gewoon een skeleton hier. What the fuck? Ja, ik heb niks. Waaah, ga weg, skeleton. Waaah, ik jaag je weg. Het werkt wel. Blijf schreeuwen. Hij staat in brand. Hoe doe je dit, Puk? Hoe doe je dit? Kijk, hij staat gewoon in brand. Hij staat echt in de fik. Hoe dan? Huh? Ik zal heel dit wel neem. Kut skeleton. Fire. Het werkt wel. Hij is neer. Ja, dit is goed. Teamwork. Ja. Hey, heel netjes. Oh, wacht even. 1, 2, 3. Weet je wat er al gebeurt? Je spit dan fire lines. Wow. Dat waren goede bars wel hoor, die gespit werden. Hey, ik ga gewoon even meteen strip minen, joh. Mm-hmm. Ja, strip die mine even, joh. Geef me even een zwaardje. Of een pijl en boog. Of iets. Ik kan wel een, hoe heet zo'n ding? AK-47 ben ik crafter voor je. Oh ja, Scar mag ook hoor, maar... Maar Scar zit er nog niet in, dus... Scar zit nog niet in Minecraft. M4 na wel? De beta zit uit Lion King? Ja. Wist je dat ik die stem heb ingesproken uit de Nederlandse versie? Ja. Van Zazu, toch? Nee, eigenlijk van Scar. Kan je wat lines doen? Ja, nee, ja. Dat is een zeer ongemakkelijke vraag. Doe eens eventjes die van... Oh, ik gooi je eraf. Oh. Ja. Ja, doe die even. Doe die... Staparat. Doe hem. Scar, help me. Scar, ik hang aan de richel. Ik ga bijna dood. Help me. Of zo. Ja, en dan? Zeg jij? Ja, lang leven de koning. Het is hem echt! Het is hem echt! Wat de hel? Ja, dit is shit. Ze komen hierheen, Don. Van waar? Oh, daar. Ja, daar. Die komen waarheen? Helemaal, pas op. Die gaat exploderen, die groene. Oh. Dat is zo'n befaamde alman. Ah, ik ben dood. Hoe vaak gaan jullie dood? Je zag hem van zo ver aankomen. Jullie zijn zo slecht in Minecraft. Ik ga nooit zo vaak dood. Nou ja, weet je wat het is? Dit is geen... Ik heb diamonds! Hey! 1, 2, 3, 4! Hoppakeetje, we hebben genoeg. En nu kunnen we naar de Ender Dragon Man. We hebben gewonnen. Oké, nu moeten we lava hebben. Er is maar één lava in de hele game, hè? Ik heb je leven al gezien. Er is maar één lava in de game, dus dat jij die gevonden hebt, zou wel heel tof. Dat is echt heel toevallig. Heel bijzonder. Ja, ik kom het ding omhoog. Nee, ik weet niet, volgens mij was het... Gericht omhoog ook. Nou, dat is een goed idee. Nee! Schijt! Nee, ik heb je spulletjes, don't worry. Pukje gaat iets te vaak dood. Hé, maar ik zie hier ook leven in. Pukje fuckt met ons KDA. Dit is toch lava? Dat is wel lava. Oh, dat is zo goed. Letterlijk naast de basis. Ja, dankjewel. Oh, buiten. Top. Dat hebben we nodig. Verzamelen bij de boomhut. Iemand kan iemand een bukketje maken? Ja, ik blijf, wel een bukketje. Ik blijf hier wel staan, want anders weet ik echt... het is best wel duidelijk. Ik ben weer boven. Ik moet even zoeken waar jullie zijn. Ik zit helemaal bij de... Oh, alsof dat de zombie er niet in mept. En ik kan ons volgens mij ook allemaal voorzien van iron spullen. Top. Heb je zoveel iron? Ja, ik heb heel veel. Kijk ik heb, hier. Ik heb een stack en 40. Verkenner, dat is verkenner. Hop. Even kijken. Puk, welke was jij ook weer? 2, 3? Deze. Ik spring. Spring. Oh, juist. Lekker man. Kan je het alvast uithollen? Dus daaronder niet nog meer lava zit. Oh zo, ik heb geen diamond pickaxe. Ik ook niet. Maar je kan daar rechtsom, kan je toch kijken. Oh ja. Oké, ik ben weer boven. Ik moet even zoeken waar jullie zijn. Ik zit helemaal bij de... Oh, alsof dat de zombie er niet in mept. Komt ie hoor. Diamond pickaxe. Kaboom. Achievement is binnen. We gaan het is doen. Hieronder, gaan we het doen? Is hieronder... Nee, is niet safe, jongens. Stel het even veilig dan. Ja, ik heb geen emmer. Ik heb de emmer. Maar je kan toch gewoon blokken eronder plaatsen? Waar de plaats lava even zit. Blokken, dat kan. Oh, zombies. Ik heb zo zin om dit raak te verslaan, joh.
Die draak is in de Nether, toch? Nee, die is niet in de Nether. Hoezo niet? Nee, je zit daar gewoon niet. Hey, we hebben genoeg. Nether. Maar jij hebt die laatste opgepakt. Ik doe de rest in de kist. Huh? Oh, sorry. Kom naar boven, kom naar boven. We gaan, zullen we hem bij de boomhut bouwen of in de boomhut gewoon? In de boomhut. Kom richting jullie, ja? Nee. We gaan de boomhut in. We gaan de boomhut in. De boomhut. Oh, creeper bij de boom. Wat doe jij nou? Ik heb hem net gefixt. Oh nee. Wat doe jij nou? Dat was toch niet... Dit is ongelooflijk. Waar is de trap? We gaan hem hier plaatsen. Boom. Ik heb, gooi hem op het bed. Pak hem maar. Doe je ding. Ik ben hem aan het bouwen. Jongens, willen we allemaal even kijken als die... We hebben flint en steel trouwens nodig. Chips. Flint en steel. We hebben geen flint. Hier. Oh wel. Hij moet trouwens nog eentje hoger, hier. Eentje hoger. Ja. Drie aan de zijkanten. Dan heb ik niet genoeg. Nee, dan... dan moeten er nog twee. Nee. Maar ik had 8. Ja, nu moeten er nog 2, zeg maar, mee bovenop. Ik vind het een hele mooie port. Dan moeten we er nog 2 bij doen. Dan ga ik heel even terug. Hallo, ja, ik maak de portal af. Ja, ik heb hier gravel gevonden. Hey. Maar jij hebt nu gravel, hè? Dus we kunnen hem... Ja, ik moet het ook nog hakken. Het is zeer druk hier. Ja, er zijn overal zombies. Ja, het klinkt heel druk. Ik heb 1 flint, dat is voldoende. Heb je flint? Ja. Lekker man, ik pak alvast die ene. Even kijken hoor. Ik heb al een iron ingotje in mijn tassie. Oh, het is zo druk. Niet meer koolbreken. Ik heb toch even opgeschreven voor de zekerheid. Huur overmaken, hebben we dat gedaan? Oh shit. Hebben we de huur er gedaan? Wacht even. Ja hè? Ik ben er. Ja, ik ben het vergeten hoor. Oké, hebben we gedaan. Oké, flint ligt op de grond. B2-aangifte? Ik heb het. Yes. Hebben we ook gedaan? Betjes. Oké, die heeft de expert gedaan, ik die kan je afstrepen. Ja. Oké, ik ga het portaaltje aansteken, jongens. Oké, zijn we klaar voor? 3, 2, 1. Lekker bezig. Ja, dit lekker hoor. Volgende keer gaan we weer verder. Dankjewel voor het kijken. Wil jij zien hoe wij deze game verslaan in een gewoon te rap tempo? Speedrun. Dan speedrun. Moet je de volgende keer terugkomen. Ja. Dankjewel voor het kijken. We zien je de volgende keer terug. Laat een like achter. En even liken. Doei. En Don zegt doei. Doei. Doei.